de waarde van 62 is volgens mij groter dan, laten we zeggen, de dreigingen van nu. Zou Poetin een nucleair wapen gebruiken in het huidige conflict? Dan zou dat, naar mijn gevoel, zeker gezien het karakter van Poetin, verstrekkende gevolgen kunnen hebben dan in de tijd de crisis in oktober 62. Het verlos hem, kunt u mij horen? Yo. Hey. Kun je me zien? Ja, ik kan je zien. Kun je mij horen? Nu nog het geluid. Hallo, 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 hallo. Luid spreken. Kun je nu wat horen? Ja, ik kan jou horen. Hoor je mij ook? Ik hoor jou wel, maar hoor jij mij ook? Ja, ik hoor jou ook. Oh, maar hoor je me hard genoeg? Ja, ik hoor je heel hard. Heel hard, zelfs. Ja, 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 ja. Nou moeten we dus het beeld uitzetten, hè? Ja, het mag ook aanblijven, maar je mag het ook uitdoen. In ieder geval, het komt allemaal, het werkt allemaal. Ja, ik zit op een bovenkamertje in het vakantiehuisje. Oké, heel goed. Hé, wat vond je van dat mailtje van de universiteit? Mailtje van de universiteit? Dat heb ik helemaal niet gehad. Wat staat erin? Dat heb je wel gehad. Oh, van de Radboud Universiteit. Ja. Sorry, dat had ik niet zo gauw. Nou, ik moet je zeggen dat ik zeer verrast was dat de Radboud Universiteit ons vroeg daar een podcast te komen opnemen. Omdat ik bekend sta als een actieve heiden. En nou weet ik niet precies hoe het bij jou is, maar jij lijkt me ook geen kerkbezoeker. Nee, ik ben wel katholiek opgevoed. Frequentie. Dus ja, daar was ik wel verbaasd over. Ja. Maar ik wil dat best, in principe wil ik dat best doen. Als zij dat leuk vinden. En misschien kunnen we reflecteren. Op kritische, maar toch vermakelijke wijze op de relatie tussen wetenschap en geloof. Nou, dat is een leuk onderwerp. Ja, dat is een ijzersterk onderwerp als je het natuurlijk bij de Radboud Universiteit doet of bij de VU. Want dat zijn natuurlijk allebei universiteiten die, hoe vreemd het ook klinkt, gebaseerd zijn op een zekere geloofsovertuiging. Precies. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, ze bestaan 100 jaar volgend jaar en ze hebben een heel groot Lustrum-programma en wij zijn daar dan een onderdeel van. Tenminste, dat is het plan. Ja, nou ja, laten we het doen. Laat ons, kijk, je kunt natuurlijk heel flauw zeggen, weg daarmee. Wat hebben wij te zoeken aan een katholieke universiteit? Maar nogmaals, laten wij in discussie treden over de relatie tussen geloof en wetenschap. Dat vind ik wel een interessant onderwerp. Precies. Oké, nou dan ga ik dat bij deze ga ik dat doorgeven. Volgens mij zouden we vandaag iets doen over de Cuba-crisis. Oh ja? Ja, interessant. Maar dat wil ik best doen over de Cuba-crisis. En je hebt ook op één heb je al gezeten, dus je hebt het al een beetje voorbereid. Dus dat is misschien wel net zo makkelijk. Nou, ik heb het helemaal niet voorbereid, maar ik weet wel vrij aardig hoe de Cuba-crisis loopt natuurlijk. Ja, maar met name en, de parallel ook, hè? Met de oorlog in Oekraïne. Ja, precies. Het ging erom dat Joe Biden zei dat het dreigingsniveau nu even hoog was als het dreigingsniveau in oktober 62. En toen heb ik daar gezegd dat op zichzelf wel zou kunnen, maar dat de situaties als zodanig volstrekt onvergelijkbaar waren. In feite gaat het in dit geval waar we nu het over hebben, over het beslissingsproces, het besluitvormingsproces van één enkele persoon in casu Poetin, die eventueel zou kunnen besluiten tot het gebruik van nucleaire wapens. Al heb ik in mijn eeuwige optimisme gesuggereerd dat mij dat niet erg waarschijnlijk leek, sterker nog, dat het mij bijzonder onwaarschijnlijk leek. Ik denk ook dat de Amerikanen vrij gedetailleerd gewaarschuwd hebben. Want dat moet je niet doen, want dan gaat er zus of zo gebeuren. Ze gaan ons natuurlijk niet vertellen wat ze gezegd hebben, maar dat een dergelijk contact er geweest is, dat lijkt mij vrij zeker, eerlijk gezegd. Dus dat zal misschien van de kant van Poetin nog meer geleid hebben tot behoedzaamheid zaken. Maar waarom zijn die twee situaties onvergelijkbaar, zoals gezegd? Nu gaat het om een enkele autocratische leider die in feite het risico in zich draagt. Die slechter geslapen is, of heeft, of uit het verkeerde been naar bed gestapt is, of weet ik wat hem overkomen is. Hij is door een ander op de judomat neergeworpen. Dan zou die bij wijze van spreken dat kunnen doen. Nogmaals, mij lijkt het uiterst onwaarschijnlijk.
Maar ik vond de vergelijking ongelukkig. Waarom vond ik de vergelijking ongelukkig? Omdat in 1962 sprake was van een directe confrontatie tussen de Verenigde Staten enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds. De twee supermogendheden van dat moment, wat we ook op dit moment van Rusland mogen denken. Een supermogendheid is het al lang niet meer. Niet waar, het enige super aan Rusland, dat zijn die kernwapens die er eigenlijk zijn blijven staan, om het maar zo te zeggen. En die confrontatie die toen in oktober 1962, die was in die zin risicovol dat er heel veel mensen betrokken waren bij, laten we zeggen, de standoff die zich daar ontwikkelde. Daar moeten we het zo even over hebben. De twee hoofdrolspelers, in casu Kennedy en Khrushchev, waren uiterst behoedzaam. Als je in feite de discussies leest, als je naar die telegrammen kijkt die in de tijd uitgewisseld zijn. Aanvankelijk moest Robert Kennedy met de fiets een telegram gaan bezorgen op het lokale postkantoor, wat op zichzelf wel vrij eigenaardig is, maar wel duidelijk maakt hoe slecht in feite die onderlinge contacten geregeld waren. Als je die zaken allemaal bekijkt, dan moet je zeggen, van alle participanten in die crisis van toen, niet waar, de Cuba-crisis, waren de twee belangrijkste participanten, die waren eigenlijk ook de voorzichtigste participanten. Omdat zij nu juist begrepen dat hun beslissingen zouden kunnen leiden tot een omvangrijk nucleair treffen. Dus er is op geen enkel moment in die crisis eigenlijk, kun je zeggen, nou, Kennedy was erop uit om de zaak even flink op de spits te drijven. Ieder blito van de andere kant. Maar ondertussen had zich een situatie ontwikkeld waarbij Russische schepen op weg waren naar Cuba met duidelijk aan dek geplaatste raketten voor die raketbasis die de Russen op Cuba hadden gebouwd, waar de hele zaak in feite om draaide, want de Amerikanen vonden dat onacceptabel. Die zeiden ook bovendien, jullie hebben beloofd dat niet te doen, waar wel wat in zat. En de Amerikanen hadden gezegd, wij zullen die vrachtschepen tegenhouden. Dus er was in feite een blokkade ingericht. Waarbij vanzelfsprekend een groot aantal Amerikaanse oorlogsbodems betrokken waren. En ook Amerikaanse duikboten en ongetwijfeld ook de Amerikaanse luchtmacht. De militaire adviseurs van Kennedy hadden gezegd, sla erop. Je moet meteen die basis op Cuba aanvallen. Dat is volstrekt onacceptabel, dat kan zo niet. En nou ja, daar zie je dan, Kennedy voelde daar weinig voor, die heeft gekozen voor de blokkade. Maar in die blokkade natuurlijk, waarbij zoveel betrokken waren, dit was school ook het risico. Want een van de participanten, er zijn ook wel incidenten geweest met zo'n duikboot, dit was, had een verkeerde beslissing kunnen nemen. Dat had door een van de andere participanten, dit was, opgevat kunnen worden als een daad van agressie en zo had uit die enorm complexe situatie die toen bestond, anders dan nu naar mijn idee, niet waar, had een conflict kunnen groeien. Er is ook een U-2 neergeschoten boven Cuba in tijdens die crisis. En ik zou kunnen concluderen, de Amerikanen hadden daar heel boos over kunnen worden, maar die U-2 had daar helemaal niet moeten vliegen. En misschien was het vanuit Cuba verstandig geweest om niet op te schieten. Dus zo, in die enorm omvangrijke situatie die in die crisis ontstaan was, zaten door het grote aantal participanten, dit waren de risico's in die crisis. Maar die risico's berusten dus niet bij de hoofdrolspelers, Khrushchev en Kennedy. Die beseften zeer goed, dit waren, dat als dit uit de hand zou lopen, dat het rampzalige gevolgen zou hebben. Nu even de achtergronden van de Cuba-crisis. En zoals gezegd, we hebben het volgens mij al eens eerder gehad over de U-2. Klopt. Een Amerikaans spionagevliegtuig wat in de loop van de jaren 50 was gaan vliegen. Mensen moeten dat even opzoeken op de Wikipedia. Het is een heel eigenaardig, zo licht mogelijk geconstrueerd vliegtuig. Met enorm lange, smalle, lichte vleugels, zo licht dat als het toestel stilstaat op het vliegveld, dan hangen de vleugels naar beneden en worden ze ondersteund door kleine wieltjes aan de vleugeltip. En de U-2 beschikt over het vermogen om langdurig op een hoogte van 21 kilometer te vliegen.
En in de jaren 50 was dat zo hoog dat de Russen niet in staat waren om dat toestel te bereiken met afweerraketten, laat staan met Russische jagers. Er is er ooit een neergeschoten boven Rusland, daar hebben we het volgens mij wel over gehad, als ik het mij ooit goed herinner. En dat kwam omdat dat ding motorpech had. En toen hebben de Russen ook de piloot buitgemaakt en dat heeft er toen tot een omvangrijk incident ontwikkeld, wat ertoe leidde dat de topconferentie in Parijs in 1960 is mislukt. Wel, nu die U-2's vlogen ook over Cuba. En tot verbazing van velen, zeiden de Amerikaanse foto-analisten, er is iets heel vreemds aan de gang op Cuba, want de Russen zijn daar bezig, eigenlijk zonder camouflage, een reeks van bases voor middellange afstandsraketten te bouwen. En dat is natuurlijk een onmiddellijke bedreiging van de Verenigde Staten. En volgens vele theoretici, niet waar, van de Koude Oorlog, was het eigenlijk een poging van de Russen om hun achterstand op het punt van strategische wapens in één klap goed te maken. Maar ik meen mij te herinneren dat de Russen hadden gesuggereerd dat ze zulks niet zouden doen. In ieder geval, de Amerikanen besluiten al heel snel, dit is onacceptabel. Die raketten moeten daar weg, dat is onze primaire eis. Zo niet, nietwaar, dan zal het komen tot vijandelijkheid. Dan was de keuze op dat moment, kiezen wij nu voor directe confrontatie of kiezen we voor een laten we zeggen, lagere sport op de escalatieladder. En dat heeft Kennedy gedaan, vandaar dus die blokkade waar ik het al eerder over had. En uiteindelijk is die crisis, die is eigenlijk in der minne geschikt. En wel op een zodanige manier dat iedereen dacht dat Kennedy de grote overwinnaar van die crisis was. Wat hij in feite niet was, maar ik moet zeggen, de Amerikanen hebben dat toen publicitair veel beter gespeeld dan de Russen. Want ten eerste hebben de Amerikanen beloofd Cuba verder met rust te laten. Dus geen nieuwe acties tegen Cuba en het Cubaanse regime te ondernemen. Dat is punt 1. Punt 2 is in het geheim beloofd dat de Amerikanen hun Jupiter-raketten uit Turkije, die natuurlijk gericht waren op de Sovjet-Unie, om die weg te halen. Nou was dat helemaal geen groot verlies in feite, want die Jupiter-raketten die waren sterk verouderd. En het was een hele heisa om die dingen behoorlijk te lanceren. Dus het was niet zo'n indrukwekkende concessie, maar toch was het een concessie. En in feite, niet waar, het bekendste citaat over de Cuba-crisis was, we were eyeball to eyeball and the other guy blinked, maar they both blinked. Dat moet je eigenlijk constateren. Beide hebben in feite een voorzichtige reactie getoond op het hele gebeuren. En in zekere zin is de schrik die iedereen bevangen had bij deze confrontatie, die uiteindelijk geen confrontatie werd, die schrik heeft geleid stap voor stap tot het begin van de zogenaamde détente-politiek. En de détente-politiek is in feite niet het verdwijnen van de Koude Oorlog, maar het koppelen van de Koude Oorlog en de conflicten die zich daarin voordeden, niet waar, aan een systeem van spelregels, zodat mensen wisten waar we ze aan toe waren. Ik beschreef al die arme Bobby Kennedy die met de fiets naar het postkantoor moest, om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden, werd een telexverbinding aangelegd tussen niet waar, het Kremlin enerzijds en het Witte Huis anderzijds, zodat men in feite onmiddellijk met elkaar kon reageren, met elkaar kon spreken over eventuele spannende zaken. Dat is in essentie de Cuba-crisis, die dus door de beide hoofdrolspelers naar mijn idee heel verstandig behandeld is. Waarbij je eigenlijk ziet dat de wat minder belangrijke adviseurs allemaal enorme houtdegens zijn. Niet waar, omdat het natuurlijk altijd veel deftiger is om een keiharde opstelling te kiezen dan om verstandig over crisis na te denken. En tegelijkertijd is die crisis volgens velen eigenlijk de ernstigste nucleaire crisis van de Koude Oorlog. Niet waar, die heeft wel geleid tot de détente-politiek die in feite tot het begin
tot de late jaren 70, begin jaren 80 eigenlijk het beleid heeft gedomineerd op zichzelf. Een heel verstandige politiek, mijns inziens. Dat men er heel eventjes van afgestapt is, dat vond ik ook weer niet zo verstandig. Maar nogmaals, kern van de zaak is, de risico's waren in 62 misschien groter, maar of de dreiging eigenlijk zoveel groter was toen als die nu is, dat is maar de vraag. Maar de situaties zijn fundamenteel onvergelijkbaar. Nu gaat het om één enkele persoon, niet waar, die waarschijnlijk ook nog niet bijster helder wordt voorgelicht. Want anders is sowieso het gedrag van Poetin lastig verklaarbaar. Maar het draait nu in feite allemaal om Poetin, of die dat risico wel of niet wil nemen. Het zou mij buitengewoon verbazen als die het risico zou nemen. Dat wat betreft de Cuba-crisis. Ja, wat vond je van die toespraak die John F. Kennedy toen heeft gehouden? Want daardoor kwam het in de volle openbaarheid, hè? Ja, dat had wel wat voorzichtiger aangepakt kunnen worden. Omdat hij eigenlijk onmiddellijk toch een vrij confrontationele opstelling koos. En onmiddellijk zei, ja, we hebben die basis ontdekt. En je kunt je afvragen of die niet eerder, bijvoorbeeld via de bekende backchannels, niet waar, via niet direct zichtbare contacten met de Russen had kunnen gaan praten over die basis. Zo van, zeg, luister eens even, we hebben die dingen gefotografeerd met de jullie zo wel bekende U-2. En voor ons is het onacceptabel, je moet die dingen daar weghalen. Doe je het niet, dan stappen we over op een iets meer crisisgeoriënteerd beleid. Dat was ook mogelijk geweest. Mm. Maar door onmiddellijk de openbaarheid te kiezen, liet hij natuurlijk op dit punt Khrushchev geen ruimte. Overigens heeft Khrushchev in feite zijn, naar mijn idee, voorzichtig en terughoudende beleid moeten bekopen met afzetting, want in 1964 is Khrushchev door zijn collega's gewipt. Mm, ja. Dus ja, had Kennedy dat zo aan moeten pakken, dat blijft altijd een open vraag. Ja, en de staat van het Amerikaanse leger, de paraatheid, die werd ook verhoogd naar DEFCON 2. Wanneer is dat de laatste keer eigenlijk gebeurd? Nou, volgens mij is de hoogste staat van paraatheid ever. Dat was tijdens de Yom Kippur oorlog. Want toen was Sharon, die was het Suezkanaal overgestoken. Ja, dat vraagt eigenlijk een beetje een nadere analyse van die hele situatie toen. Maar goed, we moeten het even bekorten. Sharon was het Suezkanaal overgestoken. En die dreigde op te rukken naar Cairo. En in feite dreigde een totale implosie van het Egyptische leger. Wat aanvankelijk wel wat succesjes had geboekt. En toen zei Brezhnev, heeft toen gezegd van ja, als dat zo doorgaat en er wordt daar geen wapenstilstand gesloten, dan zullen wij interveneren. En toen heeft Nixon volgens mij besloten tot de hoogste situatie van paraatheid ooit. Hoe die precies heet, weet ik niet. Dat is ook zo'n DEFCON gedoe. Klinkt allemaal hartstikke deftig. En daar is vaak achteraf nogal wat kritiek op geleverd. Dat Nixon daar wel een beetje panisch op gereageerd heeft. We zitten dan in het najaar van 73, als ik het wel heb. Ja. Hey, en die crisis, wij noemen het de Cuba-crisis, maar in Cuba zelf noemen ze het de Oktober-crisis, hè? Ja, nou, dat is beide juist. Het is de Cuba-crisis in oktober. Oktober 1962. Even denken, ja, het is 62. Ja, en in Rusland noemen ze het de Caribische crisis. Dus je ziet dat het... Ja, dat is wel fijn dat je dat misschien ook in de encyclopedie, dat je dan meteen bij het kopje al zegt, de Cuba-crisis is ook de Oktober-crisis, de Caribische crisis, de Ernst Tegnaar, enzovoort, enzovoort. Iedereen heeft zijn, zoals wij bijvoorbeeld de oorlogen tegen Engeland in de 17e eeuw, dat noemen wij de Engelse oorlogen, en de Engelsen noemen het de Dutch Wars. Ja. Hey, en is het nou ook zo dat die Cuba-crisis de aanleiding is geweest om die, ja, wij noemen het de backline, maar is het zo dat die hotline tussen Washington en Moskou daardoor is ontstaan? Zeker, ja. Vandaar dus dat verhaal van Kennedy, van Bobby Kennedy op de fiets, die op de fiets naar het postkantoor bracht. Ah ja, kijk. En dat die telegrammen van
van Khrushchev. Ik geloof dat er toen drie telegrammen zijn gestuurd. En het hele beleid hangt een beetje op de inhoud van die drie telegrammen. Dat zou ons nu te ver voeren. Die werden afhankelijk ook gewoon door het telegraafkantoor bezorgd bij het Witte Huis. Maar toen is besloten tot een directe telexverbinding. Oké. En ik begrijp... Telex is helemaal verdwenen van het wereldtoneel, want het waren hele opwindend ratelende machines. Ja. En ik begrijp ook dat de Amerikanen dieptebommen hadden waarmee ze die Russische onderzeeërs konden dwingen om boven water te komen toen. Ja, maar gelukkig zijn die dus niet gebruikt. Vandaar, daar zaten de risico's van de situatie in. Dat laten we zeggen, ondercommandanten, mensen ter plekke, niet waar, misschien in een overdreven enthousiasme of gespeend van een helder inzicht er tot actie zouden overgaan die de zaak verder zouden escaleren, kunnen escaleren. Ja. Oké, dus wat jou betreft geen directe vergelijking nu met wat we nu in Rusland zien. Nee, ik vond het een hele ongelukkige vergelijking. Ja. Ik denk ook dat het Biden beter sowieso zijn mond er dicht had kunnen houden, eerlijk gezegd. Het was een sponsorbijeenkomst, big donors. Dus ja, Biden heeft een lange geschiedenis van het spontaan zeggen van niet al te verstandige dingen. Hij had gewoon over die hele zaak zijn mond dicht moeten houden. Hmm. Nuttig is dat de Russen, niet waar, nogmaals via de backchannels gewaarschuwd worden tegen gekkigheid. Ja. Heb jij die film nog gezien die hierover gemaakt is trouwens? Ooit ja, maar daar vond ik de Kennedys die werden gespeeld op een zo irritante manier dat ik die niet helemaal uitgekeken heb. Ja, 13 Days, dat is de titel ervan. Ja, er is ook een boek wat 13 Days heet volgens mij. Oké. Laatste nieuws overigens uit Oekraïne is dat de Russen nu drones hebben ingezet, hè, om onder andere Kiev aan te vallen. Ja, dat zijn zelfmoorddrones, begreep ik. Waarvan de Oekraïne er een enorm aantal had neergeschoten, las ik net nog in de krant. Ja. Volgt dit, denk je, op die beschietingen van vorige week? Nou ja, wat ik gek vond is dat ik eerder in de krant had gelezen dat Poetin had gezegd dat het voorlopig genoeg was met die bombardementen, maar dat ze er klaarblijkelijk gewoon mee door zijn gegaan. Ik vond toen al, ja, die bombardementen worden wijd en zijd gezien als in feite een soort zwaktebod. Ze helpen natuurlijk, militair gesproken, helpen ze helemaal niks. Het doet aan hun positie, hun zwakke positie aan de front in het oosten, doet het niets toe of af. Je kunt hoogstens zeggen, dat kan de bevolking van de Oekraïne kan er nerveus door worden, maar nu is er ontzettend veel onderzoek naar de effecten van bombardementen op burgerbevolkingen. En daarvan leren wij eigenlijk maar één ding, namelijk dat burgerbevolkingen zich in het algemeen niet laten intimideren door die bombardementen. Hmm. Ja. Overigens is het zo dat er volgens mij ook dit jaar weer stilgestaan wordt bij die Cuba-crisis. Hè? Die wordt ieder jaar nog herdacht op verschillende plekken. Ja, ik kan me voorstellen dat we dat, maar goed, dan hadden we al moeten beginnen met herdenken volgens mij. Want we zitten al een heel eind in oktober, toch? Ja. Nou ja, de 22e, hè, is volgens mij, dat is de climax daarvan. Dus, Ja, maar ik weet nog wel dat ik vierde toen mijn verjaardag ook, zoals elk jaar natuurlijk, in 62. En ik had een aanzienlijke hoeveelheid bier ingeslagen. En ik heb me achteraf altijd afgevraagd, goh, was ik niet bezorgd over het feit dat ik eigenlijk nog voor mijn 19e verjaardag in aardbeienjam zou worden veranderd vanwege een nucleair conflict. Maar nee, ik heb me er toen totaal geen zorgen over gemaakt. Hm. En achteraf moet ik zeggen, ik heb die hele zaak vaak toch gedetailleerd doorgelezen. Achteraf moet ik zeggen, wordt het risico van 62 wel wat overdreven, is mijn gevoel. Hm. Ja, en nu komt het natuurlijk weer terug en worden overal de vergelijkingen gemaakt. Maar als je het zou moeten duiden in de geschiedenis, welke waarde zou je er dan aan toekennen? Nou, de waarde van 62 is volgens mij groter dan, laten we zeggen, de dreigingen van nu. Zou Poetin een nucleair wapen gebruiken in het huidige conflict? Dan zou dat, naar mijn gevoel, zeker gezien het karakter van Poetin, verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Blijft allemaal speculatie natuurlijk, dan in de tijd de crisis in oktober 62.
Het gebruik van Poetin van een nucleair wapen kan heel verstrekkende gevolgen hebben. Ja, ja. Overigens zijn er ook wel bars in de wereld waar je dus moet bewijzen dat je anti-Poetin bent. Hè? Anders mag je niet naar binnen. Ja, ja, hoe doe je dat eigenlijk precies? Dat je dan spuugt op een portret van de grote leider of zo? Nou, volgens mij moet je een formulier invullen. En die eigenaar van die bar, volgens mij in Georgië, is zo'n verhaal van iemand. Moet je een formulier invullen en uit de vragen blijkt dan of je voor of tegen Poetin bent. Nou, het lijkt mij veel nuttiger om een portret van Poetin achter een dartsbord op te hangen. Dat je er van die pijltjes op kunt gooien. Ja. En dan juichen als je zijn neus geraakt hebt. Ja. Nou, op zich is het wel te verklaren waarom ze het doen in die bar. Want Georgië, daar zijn natuurlijk veel mensen uit Rusland naartoe gevlucht. En het zou best kunnen zijn dat er ook Poetin-aanhangers onder die vlucht zijn. Ja, ongetwijfeld. En dan dacht jij dat die dat formulier eerlijk ging invullen. Nee, dat denk ik niet. Maar van eigenlijk ben ik een geheim agent van het Poetin-regime enzovoort enzovoort. Ja. Dat lijkt mij niet. Maar in Georgië hebben ze natuurlijk ook enorm de pest aan Poetin. Aangezien die ze natuurlijk in de tijd, wanneer was dat? In 2008, volgens mij. Ja, 2008 tot de orde geroepen heeft. Via zijn hulp aan die twee rare afgescheiden republiekjes. Mm-hmm. Toen heeft Poetin ook troepen gestuurd, hè, die kant op. Zeker, ja. En dat hing natuurlijk toen weer samen. Met het feit dat Bourgeois zo onverstandig was geweest om bij een NATO-conferentie te zeggen dat hij vond dat Georgië en Oekraïne lid moesten worden van de NATO. Waarvoor die nog door de Duitsers en de Fransen uitgebreid gewaarschuwd is, doe dat nou niet. Dat deed ik toch. En, nou ja, Poetin heeft gedacht van dan kan ik beter nu vast maatregelen nemen. Mm. Ja. En die gebieden in Georgië, die zijn volgens mij nog altijd bezet, hè? Die twee regio's. Zeker, ja. Die zullen ook zeker bezet blijven natuurlijk. Ja. Dat voel je wel, want daarmee heb je natuurlijk een houtgreep op Georgië. Net zo goed als die Donbass en die Luhansk, die republiekjes in de Donbass. Dat was natuurlijk ook een daad van Poetin om greep op de Oekraïne te houden. Maar kennelijk is die van mening geraakt dat de Oekraïne zo snel afdreef richting het westen. Dat hij besloten heeft tot een interventie waarvan hij ongetwijfeld gedacht heeft dat hij dat klusje in no time zou kunnen klaren en ziet wat er gebeurd is. Ja. Het is een dramatische afgang geworden. Ja. Volgens mij is het ook zo in Georgië dat in die regering, daar zit volgens mij een partij die heet de Georgische Droom. En volgens mij is een van de mensen daarvan is ook echt een echte Ruslandvriend. Dat heb ik eigenlijk, ik weet eigenlijk niet precies hoe het in Georgië zit. Ik heb altijd begrepen dat het een heel fijn, gezellig land is, wat er mooi uitziet met mooi landschap. Maar ja, Stalin was ook een Georgiër, het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Maar dat Georgië zich niet gelukkig voelt, niet waar, als onderdeel van die Russische federatie, ja, dat is wel zo klaar als een klontje dat ze daar niks mee van doen willen hebben. Ja. Al is volgens mij de Georgische binnenlandse politiek ook niet bepaald in alle opzichten een feestje, hoor. Hmm. Nee, ze moeten volgens mij ook bepaalde hervormingen daar doorvoeren, hè? Ja, in feite, ja, zelfs voor de Oekraïne geldt natuurlijk dat het natuurlijk nu een republiek van helden is en wat mij betreft terecht. Maar dat natuurlijk ook op termijn zeker nog intern aanzienlijk hervormd zou moeten worden. Ja. Trouwens, ik heb hier even dat formulier opgezocht. In het formulier staat, ik heb niet gestemd op Poetin. Hij is een dictator en dat moet je ondertekenen. En dan krijg je pas bier in die bar. Oh, nou ja. Ik denk maar dat de gasten dat gaarne zullen doen. Ja. Hey, trouwens, ik las ook nog, jij noemde net Wikipedia, dat Wikipedia binnenkort een grote conferentie heeft in Utrecht. Een jaarlijkse conferentie. Ben je niet uitgenodigd als spreker daar als grootste ambassadeur? Nee, ik weet niet of ik de grootste ambassadeur ben, maar ik blijf bij mijn theorie dat Wikipedia een meesterlijke prestatie is. Het is de grootste encyclopedie die ooit heeft bestaan. Nou, het aantal lemmata is werkelijk gigantisch groot. Is het niveau van alle artikelen op de Wikipedia even hoog? Nee, dat is zeker niet het geval. Maar zeker een aantal historische lemmata die ik gezien heb zijn van heel behoorlijke kwaliteit. Ze hebben, als ik het wel heb, het copyright overgenomen van de Encyclopedia Britannica. Ik weet niet van welke editie van de Britannica, maar goed.
En het is voor iedereen natuurlijk die werkt in de informatie, of die wel eens iets op moet zoeken, is het een ideaal medium. Ik geef ook vrij regelmatig geld aan de Wikipedia. Ja. Even kijken wat er over jou op Wikipedia staat. Maarten groeide op in Wageningen aan de Javastraat nummer 12. Klopt dat? Ja, dat is volkomen juist. Even kijken, als oudste in het gezin van 3 kinderen? Ja, dat klopt ook. Ja, het zijn er geen 8, het waren er maar 3. Ja, en dan... zijn er nu nog maar 2, zoals je weet. Ja, vader Gerard van Rossum? Ja, dat klopt ook. Weet je wat Gerard betekent? Nee. Dappere speerdrager. Ah, kijk, dat heb je volgens mij al een keer ergens verteld. Ja, daar plaagden wij hem altijd mee. Ja. Dus wij zeiden wel eens, hallo, dappere speerdrager. Ja, maar er staat ook op dat je grootvader was Arnold van Rossum. Juist, kijk, ja. Nou, dat klopt allemaal wel zover, inderdaad. Even kijken, in Wageningen behaalde hij diploma gymnasium beta. Vervolgens studeerde hij na een kort uitstapje bij farmacie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij lid werd van het Utrecht Studentenkorps. Allemaal juist. Ja, nou, tot zover klopt het allemaal wel, volgens mij. Ja. Maar er staat ook, Maarten van Rossum stem staat er ook op. Dat is een hele leuke opname, ongetwijfeld. Kun je ook nog even kijken of dat een beetje klopt. Oké, okay, ik kan hem even afspelen, kijken wat we dan horen. Ja, dat is een hele, het is heel zacht te horen, maar ik ben Maarten van Rossum, ik ben geboren in Zeist, dat is daar te horen. Je bent het wel, denk ik. Ja, ik ben geboren in Zeist, dat klopt. Ja. In het diaconessenhuis aan de Lorentzlaan. Het ziekenhuis staat nog steeds op dezelfde plek, alleen is het een heel ander ziekenhuis geworden. Ja, ja. Oh, er staat ook dat incident met Hugo de Jonge, dat staat er ook op. Nou ja, je ziet dat het wel bijgehouden wordt. En ja, ik kan de luisteraars verzekeren, dat doe ik niet zelf. Omdat er staat onderaan wordt uitgelegd wie zich met de zaak bemoeid heeft. Oké. Okay. En sinds Mabel Wisse-Smith, zo heet ze toch? Ja, dat klopt. Betrapt is op het wijzigen van haar eigen Wikipedia-artikel in haar voordeel. En daar zijn we al kritisch over geschreven. Je begrijpt, ik heb me nooit met de inhoud van mijn Wikipedia-bericht bemoeid. Dat kan ik beloven. Nee, nou, dus echt, als je een half uur tijd hebt, dan zou ik het een keer gaan doorlezen. Ook voor luisteraars, want er staat ontzettend veel. Er staat ongetwijfeld wel ergens iets in wat niet klopt. Maar ik lig er ook niet wakker van. Maar de basisfeiten die je mij hebt voorgelezen, die kloppen. Ja. Heb je ook bij RTL Autovisie een programma gedaan? Staat hier? Zeker, RTL 7, ja. Dat was wel vrij amusant, want dan mocht ik steeds in auto's rijden die door mij gekozen waren. En die ik zelf, dat leuke auto's waren. Het was wel ongelooflijk warm in die weken dat het werd opgenomen. Het heeft over 2 jaar heeft het programma gespeeld, bij mijn weten. En toen vroeg ik, dat herinner ik me nog goed. En nadat het was uitgevonden, vroeg ik van, waren er een beetje kijkers? Ja, zei ze, er was ontzettend goed naar gekeken. Ik zei, ja, hoeveel dan? Ja, er waren 770.000 mensen hadden gekeken. Dus je ziet dat de eisen die daar gesteld werden aan het kijkerspubliek niet zo hoog waren. En ik zie hier ook jouw handtekening, die hebben ze er ook op staan, op die pagina. Ja, ja, ik heb een hele rare handtekening. Ja, het is een soort van golfjes zijn het. Dat klopt, ja. Weet je wat het is bij dat signeren? Dan moet je vaak tientallen boeken signeren en dan krijg je tenslotte, niet waar, dan stort eigenlijk je hele oorspronkelijke handtekening, die stort in. En het wordt een soort van, nou ja, een soort van piemeltje op papier. ik kan hem herinneren toen we bij die live podcast waren. Toen had iemand een t-shirt bij zich en die vroeg ook, wilde je het signeren? En toen deed je ook dit, heb je dit ook opgezet, ja. Ja, dat zeker, ja, ja. Ja. Ze vragen ook wel eens, dat vind ik het engste, wilt u het op mijn arm signeren? En dat doe ik niet. Ik zeg het er nog maar een keer bij voor volgende gelegenheden. Ik schrijf niet op vlees. Oké, bij deze. Overigens voor de mensen die denken, wat klinkt het raar? We zitten niet in de auto, maar Maarten is op Texel, dus we nemen het op afstand op. Dus, ja, ik zit in het slaapkamertje van een vakantiehuisje. Eigenlijk op een vrij stevig en prettig sofaatje wat daar staat. En ik kijk naar een wonderlijk zeegezichtje wat daar opgehangen is in een lichtblauw lijstje. Ik moest eigenlijk direct denken aan Grandma Moses toen ik ernaar keek. Al moet ik zeggen dat Grandma Moses die had meer talent dan de kinderhand die dit tafereeltje heeft geproduceerd.
alle dappere speerdrager. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. Mijn naam is Barry en ik help, wij helpen, kinderen beschermen tegen de kwalijke stralen van UV. Wil je meer weten? Luister dan naar Sea Level. De link staat in de show notes.